Thema media. Hoofdstuk 1. Communicatie en media. Je kunt op drie manieren communiceren. Ten eerste gaan we kijken naar verbaal of non-verbaal. Non-verbaal doe je door middel van gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, houding. Terwijl verbaal gaat om praten en schrijven. Daarbij gaat het ook om van wie is de zender en wie is de ontvanger. Als jij informatie verstuurt, ben je de zender. Als je informatie aanhoort, ben je de ontvanger. Op het moment als jij als ontvanger een reactie geeft en dus informatie terugstuurt, word je dus zender. In een telefoongesprek ben je dus eigenlijk de zender en de ontvanger. De tweede manier, persoonlijk of massaal. Als je een telefoongesprek voert, is dat één op één. Dus als je bijvoorbeeld televisie kijkt, kijk jij daarna, maar een heleboel anderen kijken bijvoorbeeld ook naar hetzelfde programma. De media heeft verschillende mediums. Zo hebben we kranten en tijdschriften, radio, televisie en het internet. Op het internet doen we tegenwoordig een heleboel dingen. Er staat van alles online wat je dan weer kunt downloaden naar je harde schijf. Ook kun je zelf besluiten video en of andere dingen te delen met de rest van de wereld door het te uploaden naar het internet. Denk maar aan populaire sites zoals YouTube. Sociale media spelen een steeds grotere rol in onze communicatie. Twitter, Facebook, Hive, LinkedIn enzovoort. We staan voortdurend met elkaar in contact en laten elkaar van alles weten. Zo blijven communicatie en media stevig met elkaar verbonden.